Duitsland KKO. Hi, ha, ho. Dat heeft geen zin, want op dit moment kan Duitsland al met 3-1 van Nederland hebben gewonnen, Harry. Krijgen we dat gemeen weer. Hoe kan dat nou? Die wedstrijd moet nog gespeeld worden. Ja, maar op dit moment dat wij hier staan, is het woensdagavond even over 6:30. Ja, veel plezier. Het is 2 uur, die wedstrijd begint om 8 uur vanavond. Dat klopt wel, en daarom is het vandaag gisteren. Oh ja. Ja. Vandaag is gisteren. Ja. En wat is het morgen dan? Dan is het morgen overmorgen. Morgen is overmorgen? Ja. Ja, dan kunnen we weer naar dokter Kessel toe. Voel je wel lekker. Je wordt in je maag. Wim Kieft scoorde 1-0 tegen Ierland, maar wij volgden natuurlijk Johnny Bosman. Hij juichte en 2 Ieren vielen om. Zij konden naar huis en Kees Jansma ging na afloop zo dicht bij het bad staan dat de spelers niet meer om hem heen konden. Glimmend van trots liet de populaire verslaggever zich in het water duwen. Johnny van het zwemmen. Jullie hebben Kees Jansma in het bad gegooid, hè? Ja, gisteren na de wedstrijd was hij in de kleedkamer, ja. En is hij door ik geloof, Marco in het bad gegooid, ja. Het was de tweede keer trouwens, want hij is bij Ajax ook al een keer in het bad gegooid. Ja. Dus het is voor jullie geen nieuwtje meer? Gisteren was het geen nieuwtje, nee. We wisten dus dat Kees, hij trekt natuurlijk water aan een beetje. Dus wat dat betreft was het niet zo moeilijk. En hij heeft het er aardig van afgebracht weer, dacht ik. Jullie raken daar geroutineerd in nu, hè? Ja, je krijgt natuurlijk een bepaalde tactiek die je gaat volgen. Als Kees de kleedkamer binnenkomt, dan gaat het al van oor tot oor van dat gaat weer gebeuren. Nou, en dan op een gegeven ogenblik wordt er toegeslagen. Hier is hij dan weer. Op vele verzoek de Adrie van Tichelen jingle. Adrie van Tichelen, Ronald, kom op! Erwin heeft bij ons in uitzending gezegd dat hij beter was dan jij. Ja, heeft hij wel gedurfd hoor. Ja. Ja, vind je niet? Ja, vonden wij ook. Ja, maar ja, dat is misschien toch wat zekerder van zichzelf geworden. Maar laten we even voor eens en voor altijd vaststellen gewoon wie er dan beter is. Heeft de laatste tijd... Eén van de twee is beter gewoon. Hij heeft de laatste tijd bewezen. Ik heb 26 interlands. Ja. En dan moet je naar hem toe lopen vragen hoeveel interlands hij heeft. Oké? Okay? Ja. Dan weet je het antwoord. Goed. Erwin, we hebben toch nog even voor de zekerheid aan Ronald gevraagd. Wie er nou uiteindelijk de beste is. Hij zegt, je moet even naar Erwin gaan om te vragen hoeveel interlands hij gespeeld heeft. 11 geloof ik. 11? Ja. Oh. En hij is 26, hè? Ja, maar dat zegt toch niks? Ja, hij zegt, dan weet je het antwoord. Ja, voor hem, maar voor mij niet. Dat maakt niet uit hoeveel interlands je speelt natuurlijk. Nee? Nee, natuurlijk niet. Jij vindt dat niet doorslaggevend? Dat is zeker niet doorslaggevend, nee. Dus jij blijft er wel bij als je beter bent dan Ronald? Ja. Ja? Staat hij te lachen of... Nee, ik weet het niet, maar hij zegt het aantal interlands dat bepaalt hoe goed je bent. Nee, dat vind ik niet. Dat is duidelijk niet het geval. Nee? Nee. Je kan zoveel interlands spelen, maar je kan ook heel veel slecht spelen. Nou, dan heeft het nog geen zin natuurlijk. Dat is waar. Wil je het een keer met hem opnemen? Want ik geloof dat jullie er niet uitkomen op deze manier, hoor. Nou, maar dat gebeurt vaker met broers, hè? Ja? Ja, dat gebeurt vaker. Het zal wel niet alleen bij ons zijn, het zal bij de meesten zijn. Oké, okay. Dus voorlopig blijf jij gewoon beter? Ja. De manager. Wat moet dit kosten? Oké, jongens, gaan niet door. Ik ga nu even naar Johnny Bosman, want die moet nog even opgepikt worden. Zou jij je zo langzamerhand niet eens op Marco van Basten gaan concentreren, Harry? Ja, waarom nou? Die jongen is ingevallen tegen Ierland. Wat wil dat nou zeggen? Wat dat wil zeggen? Ja. Hij raakt aan de basis, hoor. Hé, hey, die krijgt een trek in die bossie. Ik vind alles goed en wel als je er maar rekening mee houdt dat de wedstrijd tegen Duitsland al gespeeld is. Nee, die moet nog gespeeld worden. Ben jij naar dokter Kessel geweest? Ik ben bij dokter Kessel geweest, ja. Nou, laat eens zien. Wat heb je gekregen? Ik heb pillen gekregen. Nou, laat zien dan. Waarom weet ik niet, maar ik heb pillen gekregen en ik heb er eentje ingenomen. Jezus. Je hebt de pillen van Gullit, man. Nou, begrijp ik hoe je zo slap lult. Je zit met vol tot je haargrens. Afkikken jij, echt gauw. De ster van dit toernooi, nummer 9, Johnny Bosman. De Russen zei hij dus op een gegeven moment dat er een spits in zou komen. Tuurlijk, toen stak jij je vinger op natuurlijk. Nou, ik ging al zo zitten natuurlijk. Juist, heel goed. Ik ben spits, hè. Juist, dat moeten we hebben, dat is een spirit een beetje. Nou, en toen gelijk warm lopen in de rust. Ja. Na de rust.
duurt een beetje lang, hè? Duurde erg lang, ja. Dat moet je nog even met hem bespreken, ja, hoor. Dat hij gewoon eerder erin brengt. Ja. Kijk, want het is al natuurlijk twijfelachtig dat hij eerst voor Kieft kiest en dan voor jou. Maar goed, uiteindelijk heeft hij het goed gemaakt. Je bent erin. Ik kan nog 10 minuten meegenomen. Oké, maar als je dan meedoet, ja, kun je dan even nog... Spreek je Gullit nog of niet voor de wedstrijd tegen Duitsland? Dat zal wel, hè. Je spreekt hem nog. Dan moet je tegen hem zeggen dat als jij dan vrij staat en hij heeft de bal, ja, dat hij dan gelijk aan jou afspeelt. Ja, ja. Dit heb ik ook tegen hem gezegd, ja. Waarom doet hij dat dan niet? Ja, nou ja, je weet hoe dat gaat. Dat is 5 minuten voor tijd. Ja. En nou, we stonden al 1-0 voor. Ja. Dus voor die tijd was het vrij stil in het stadion. En ja, dus dan hoor je elkaar wel. Ja. Maar op zo'n moment dan gaat iedereen tekeer. En dan hoor je elkaar niet eens over 5 meter afstand. Dus jij riep wel? Ja. Heb je geroepen, Ruud, ja, of weet ik veel? Nou, nog harder, ja. Maar... En toen? Hij hoorde jou. Ik heb niet zo'n harde stem natuurlijk. Nou, maar ik kwam er niet doorheen door het geluid van die mensen. Dus in het vervolg, verzoek aan het stadion, kunnen we nu even doen. Of ze wat stiller willen zijn als Gullit de bal heeft en jij vrij staat. Ja, dat zou heel fijn zijn. Want anders hoort Gullit jou dus niet. Dat klopt. Ja, dat is een probleem, dat begrijp ik wel. Dat is vervelend, ja. Oké, daar kan jij niks aan doen. Nee. Daar kan jij absoluut niks aan doen. Ja. Maar wat gaan we doen tegen de Duitsers? Ik bedoel, komen we het veld in? Vallen we weer in? Staan we in de basis? Weet ik veel. Wat doen we? Nou, ik reken er niet echt op dat ik in de basis sta. Niet in de basis? Nee. Goed. Maar wat dan wel? Nou, dan hoop ik weer op een invalsbeurt, hè? Invalsbeurtje? Ja. Half uurtje in de tweede helft meedoen? Nou ja, dat ligt eraan, denk ik, wat de stand is, hè? Ja, oké, we gaan ervan uit dat we achter staan, hè? Achter staan? Ja. We staan achter 2-1. Dan kom jij erin. Ja. Oké? Ja. Kwartiertje voor tijd. 20 minuten voor tijd kom je erin. Zo krapjes, hè? Kwartiertje, 10 minuten, dat is moeilijk, hè? Ja, maar... Je moet een beetje geluk hebben. Luister, nou, als je nou naam wil maken en je wil werkelijk doorbreken, dan is dat natuurlijk het moment. En jij maakt 2-2, Nederland speelt de verlenging, strafschoppen en we komen erdoor. Nou, dit zou fijn zijn. Wat denk je van de kop in de krant? Bosman, hè? Ja, dan ben ik een keer... Brengt Oranje naar München. Ja. CQ Bossie, dus aanhalingstekens. Zie je dat al voor je? Ja, dat zie ik wel eens voor me, ja. Ja, nou ja, ja dat krijg je dan natuurlijk. Ik bedoel, we moeten er toch wel een beetje nog wat van maken, dit toernooi. Want nu loopt die Van Basten natuurlijk alle publiciteit weg. Kieft. Die Kieft loopt met alle publiciteit weg. Die Gullit, nou ja, oké, in negatieve zin. Bij jou moet er ook wat gebeuren natuurlijk. Want die duim heb ik natuurlijk nog niet gebruikt deze dag. Nee, ja, heel Nederland zit daar wel op. Ja, dat iedereen zit maar van, waar blijft die duim van Bosman? Ja. Niet gekomen nog. Dus dat zou toch fijn zijn als we een keer die duim erin kunnen gooien. Ja. Ook heel mooi is de Jan Wouters jingle. Jan Wouters. Terwijl Rinus Michels een persconferentie geeft, richten wij onze aandacht op de mop van Rob. Rob, heb je nog een mop? Ja, Michels spreekt. Ja. Toch een mop, ja? Is dat een mop? Nee, nou, een beetje. Maar de humor die ligt hier in de lucht. Ik kom aanvliegen met een Nederlands elftal daarnet. Zitten we boven Hamburg. Van Breukelen voor het raampje, die kijkt naar beneden bij die rivier. De Tiber, geloof ik. Tiber, ja. Hij zegt, Hieler, die zit naast hem. Daar beneden is dat een boot of een hoeverkraft. Dus Joopje, dat is een hoeverkraft, Breukie. Zou Breukelen zo langs zijn neus weg. Dat is wel leuk, langs zijn neus weg. Hij zei, Joop, hoe schrijf je hoeverkraft eigenlijk? Zei Joop, het is toch een bootbreuk. Geinige, even met die Michels. De meest impopulaire Duitse speler is ongetwijfeld Lothar Matthäus. Altijd is hij bezig met de tegenstander uit zijn spel te halen en gele of rode kaarten aan te smeren. Vraag maar aan Frank Arnezen. Lothar, hoogst irritant, Matthäus. Oh, Willem Kieft. Wat doen we met Matthäus? Nou, ik doe niks met Matthäus. Nee? Nee. Blijf jij uit de buurt van hem? Ja, want ik ben toch altijd de grootste pechvogel. Dat is wel een keer gebeurd. Ja, die ken jij, dat soort types, hè? Met verkouteren, dus ik blijf heel ver weg. Ja? Ja. Maar misschien een van die jongens. Ja, wie kunnen we Matthäus toevertrouwen? Nou, ik denk dat je iedereen hem wel toe kan vertrouwen, want ik denk dat het niemand
het is geen favoriete speler van, van onze jongens. Van onze oranje jongens? Van onze jongens. Goed, maar kunnen we er wat aan doen en die Matthäus? Nou, dat zou best kunnen, maar het moet natuurlijk niet, niet een obsessie worden. En het moet je geen... Het moet niet zo wezen dat je met 10 man overblijft natuurlijk. Nee. Nee, dat gaat weer te ver. Ja, en dat, daar houdt Michels ook niet van. Want dat heeft mijn 2 jaar van mijn interland carrière gekost. Ja. Dus ik raad het ook niemand aan. Nee? Maar zoals dat heet, een klein koekie. Zo heet dat toch? Ja, dat kan altijd natuurlijk. Maar nogmaals... Het hoeft niet van dikke hout zag mijn planken hoor. Daar hebben we onze jongens voor. Daar hebben we onze jongens voor. Daar heb ik mijn jongens voor. De break. Wat gaan we doen met Matthäus? Ja, kijk, weet je wat het probleem is? Als we dat gaan zeggen, dan hebben we kans dat we geschorst worden door de UEFA. Ja, maar zo dus, erg hoeft het ook niet. Nee. Een klein tikkie. Ja, laten we het daar dan op houden. Een klein koekie heet dat. Ja, maar kijk, als je dit nou weer te ver uitgebreid gaat zeggen, dan krijg je weer toestanden. Wacht nou gewoon woensdagavond af, dan zul je het wel zien. Ja? Ik hoop alleen niet dat ik, laat ik het zo zeggen, dat ik ver mijn kool uit moet als die alleen om afkomt. Ja, want dan zou het misschien wel eens een rode kaart op kunnen leveren. En dan schieten we die veel meer op. Nee, dit is ook de bedoeling niet. Nee, dat klopt. Maar jij zou het wel heel leuk vinden. Een klein tikkie. Een klein tikkie. Nou, ja. We zullen kijken wat we voor je kunnen doen. Aron Winter. Wint Nederland van West-Duitsland? Jazeker. Dat denk jij? Ja, zeker weten. Met hoeveel dan? 1-0, 2-1. Ik denk toch dat Nederland het niet redt tegen de Duitsers. Maar zullen we winnen? Hoe gaan we zo? Ja. Nee, ik wil wel doorgaan om bedden jou om de uitslag. Voor wat? Ja, dat maakt niet uit. Ja. Zeg het maar. Fles wijn of zo? Ja. Nou, wat wil ja, wat van, wil die, van die goedkope Duitse wijn? Ja, natuurlijk. Ja, hallo. Nee, voor wat wil je winnen dan? Ja, spelen we om geld of spelen we om dure dingen? Nee, gewoon het idee. Om het idee? Ja. Nou, dan spelen we gewoon om een tientje. Nou, oké. Ja? Afgesproken.
tientje, nou was mijn tientje. Hey, mijn tientje, Harry. Ja, ja, rustig aan. Hier, daar komt ie. Hey, bedankt. Eén tientje. Nooit meer met mijn wedden, hè? Johnny, alleen maar warm gelopen, hè? Ja, de laatste 5 minuten zo'n beetje. Ja? En niet erin? Nee, dat... Dus wat dat betreft ben ik toch, moet ik zeggen, licht ontevreden. Meen je nou? Ja, ondanks de overwinning denk ik toch van, kom op. Ja, de overwinning is toch het belangrijkste? Ja, dat is waar. Er komt nog een wedstrijd, hè? Dus kan nog steeds. Spreek je de generaal nog even voor de finale? Ja, ik zal hem nog even apart nemen. Dan zal ik het er even over hebben met. Het was even leuk en met Matthäus, hè? Nou, ik speciaal voor jullie gedaan. Ja? Nou, jullie hadden gevraagd, hè? Dus, ja, wij zijn liefhebbers ervan. Ja, ja, dat weet ik. Ja. Ja. Dat ging goed, hè? Prima. Je hebt hem 1 keer goed geraakt. Nou, één keer met de ballen tussen, dacht ik, maar... Nou, die was dik in orde, hoor. Ja, maar ik zeg, hij heeft mij ook de laatste seconde goed geraakt. Ja, toen heeft hij jou te glazen gehad, maar op je knie? Ja, bij kniebanden hier, dus... Maar ik zeg, we hebben deze wedstrijd gewonnen en daar ging het om. Ja. Dus wie het laatst lag, lag het beste, hè? Dat is waar. Maar dat met Matthäus, daar zijn wij bijzonder tevreden over. Ja, dat kan ik aan je gezicht zien, ja. Ja. Vonden wij heel goed. Ja, dat weet ik. Dat, dus wij stellen ook vast vandaag dat jij vandaag in ieder geval beter was dan Ronald. Hey? Kijk, mijn woorden komen toch uit, dat zeg ik toch? Ja. Nou ja, je wil me nooit geloven, dus... Nee, maar vanaf vandaag geloof ik je. Ja, je zei, we hebben naar onze jongens voor, hè, voor Matthäus. Ja, nou ja, maar... Ze hebben het redelijk gedaan. Jawel, maar het blijft een hele vervelende jongen. En niet bepaald mijn favoriete vriend. Nee? Huisvriend zal het nooit worden. Gaat hij weer te zeuren dan in het veld? Ja, hij is gewoon heel irritant en... echt een matenaar, zoals wij dat noemen. Hm? En constant uitdelen ook. En zo gauw hij er eentje krijgt, en dan roept hij om zijn moeder. Ja. En daar houden wij niet van. Nee, hè? Mijn jongens houden daar niet van, hoor. Ik moet heel eerlijk zeggen, dat ik heb de Europa Cup gewonnen, maar dit geeft misschien wel een beter gevoel. Dit was het dan. Dit was Veronica. We zijn er weer. We zijn er weer op zaterdag. Wat zijn die moffen stil. Hey. We hebben gewonnen. Wat is er? Ja. We hebben gewonnen. Dat we gewonnen hebben vind ik ook fijn. Wat zijn die moffen stil. Nationalisme is niet nodig. Oké? Okay? Nee. Oh. Rustig aan jij. Nou, vertel wat je nou vertellen. We zijn er weer aanstaande zaterdag. Ja. Een uurtje voor de finale. Om 3 uur. Op Nederland 2. Suus. Nou doe je het weer. Nou doe ik het weer. Nou doe je het weer. Ik weet niet of ze in München hakkenbar hebben. Zeg ze in München geen hakkenbar hebben. Nee. Daar hebben ze het uitgevonden, jongen, in München. Waar had jij het net over? Ze zullen in München geen hakkenbar hebben. Nee. Zeg nou, straten vol met hakkenbar, hoor. Ja, ja. Nou, daarover maak ik mij geen zorgen. Ik ga niet mee. Tot zaterdag 3 uur. Die moffen stil.